Sebastiaan van de Zanden, tegen mij hebben ze verteld dat jij een kanshebber bent voor deze wedstrijd. Vertel. Ja, ik heb anderhalf jaar al niet meer gekoerst, buiten dan vorige week nog eens een koers gereden. En vorige week ging dat wel best goed, maar op het einde heb ik nog krampen gekregen, dus kon ik niet meer meedoen voor de prijzen. Hopelijk zal dat dan vandaag beter uitdraaien. Ja. Je bent een streekpiloot, dus je kent het parcours waarschijnlijk. Ja, ik ken het parcours van buiten. Ik passeer hier bijna dagelijks op training. Ik heb hier ook al verschillende keren gekoerst bij de Elite 2. Dus ja, we kennen het parcours inderdaad. Waar zijn de gevaarlijke punten vandaag? Ik denk vooral hier in Torp een beetje draaien en keren. Voor de rest is grote banen. Ik denk dat de koers heel erg zal afhangen van het weer. Als de eerste uur de sluizen open gaan, dan denk ik dat dat wel eens zou kunnen gebeuren. En anders zal dat misschien een massaspurt worden. Alle gekheid op een stokje, wat verwacht je zelf van deze wedstrijd? Ik hoop dat we kunnen wegrijden met een grote groep en dat ik me daar als amateur in gedijst kan houden. En hopelijk is er geen andere amateur mee, dus pak ik de trui dan mee naar huis. Wat hoop je voor de toekomst nog? Gewoon plezier op de fiets. Oké, succes. Dankjewel.